Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris, mevrouw de commissaris, meneer de minister, beste collega's. Vanavond heb ik eigenlijk maar één verzoek. En wel aan de commissaris. Kom uw belofte na. Ik heb het hier namelijk zwart op wit. Een brief van mevrouw von der Leyen. 1 jaar geleden schreef zij mij, ik zal een kopietje bij u achterlaten, geachte afgevaardigde Ruijsen, de herbenoeming van de EU-gezant voor godsdienstvrijheid heeft mijn volle aandacht. Maar er volgt nog een derde jaar, feitelijk zonder EU-gezant. Dat deze herbenoeming maar uitblijft, is dé reden van dit debat. Dat begrijpt u wel. Met uw getreuzel stelt u namelijk niet alleen mij teleur en vele collega's hier in dit huis. U laat er miljoenen onderdrukte gelovigen mee in de kou staan. Geloofsvervolging is springlevend en neemt zelfs toe. Blasfemiewetten in Pakistan, antibekeringswetten in India, heropvoedingskampen in China, moordpartijen in Nigeria. Vandaag de dag ondervinden 360 miljoen christenen in 50 landen zeer zware tot extreme vormen van vervolging. Dat alles mag u niet onberoerd laten. Ik vraag u, is de EU een gemeenschap van waarden of is de EU slechts een gemeenschap van woorden? Mijn oproep is dan ook, benoem die gezant die regeringen wereldwijd aanspreekt op vrijheid van geloof. Zorg voor voldoende menskracht en budget. Doe wat u belooft. Dank u wel. Thank you, Madam President, Minister, Honourable Members. I want to thank you for this useful debate on this sensitive and important topic. As I said in my earlier statement, we need to be mindful of national competences for protecting freedom of religion or belief. The situation of freedom of religion or belief is alarming in many parts of the world, as we have heard, and is related in many respects to conflict situations and unacceptable instances of religious persecution. It is therefore crucial to work together at the EU level with the European Parliament and the Council to address these issues. The role of the Special Envoy for Freedom of Religion or Belief is therefore very, very important in this context. The Commission is currently assessing the options regarding the position of Special Envoy for Freedom of Religion or Belief and will shortly take a decision on his or her appointment. Thank you.